Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede middag, lieve luisteraars van de podcast. Welkom terug. En ja, ook lieve kijkers van Academy, goed dat je kijkt. Want dit is de Academy onderdeel van de 21 dagen zichtbaarheid challenge. Goed dat je luistert en kijkt. En nu ga ik het hebben over mijn 7 inzichten wat mijn interview vanochtend met Maartje Blijleef heeft opgeleverd. Maartje was vanochtend de nummer 1 digital community expert. Een fantastische bestselling author. Een geweldige relatie van me. En ze kwam hier in het interview vandaag vertellen over haar nieuwe challenge die ze gestart is. Over haar nieuwe opleiding die ze gestart is. En we hebben bijgekletst. Het was ontzettend inspirerend. En ik dacht, weet je, laat ik vanmiddag de dag afsluiten om door mijn inzichten met jou te delen. Dus hier komen ze onder elkaar. En als je het interview wil zien, check hieronder. Ik heb de link van het interview hieronder gezet. Kijk of je die ook kan bekijken. Anyways. Nou, als eerste inzicht is keep it simple. Want community is simpel. Hoe simpel het houdt, business wordt simpel. Ze heeft een eenverdienmodel. Ze doet challenges. Challenges gaan ze mensen naar Academy. And that's it. Oké, dus keeping it simple. Ik vind het fantastisch. Echt, ik hou ervan. Inzicht nummer 2. Geven loont. Zij is begonnen 2 weken geleden om 5000 van haar boeken weg te gaan geven. 5000 boeken, dat is heel veel hoor. Het enige wat mensen hoeven te doen is voor €7,95 het boek, de afhandelings- en verzendkosten gewoon te gaan betalen. Betekent, ze gaat heel veel mensen blij maken dat ze in plaats van €27 nu voor €7 het boek kunnen krijgen. Nou, ik vind het fantastisch. En daarbij hebben dus geen good old network nodig. Dat doet ze via community. Nou, dat is een hele mooie. Inzicht nummer 3, community betekent een vertrouwensboost. Waarom zou je iets aanbevelen aan iemand als je diegene niet kent? Waarom zou je iets van iemand kopen terwijl je diegene niet kent of niemand hem aanbeveelt? In de community worden heel vaak producten, programma's aan elkaar aanbevolen. Dus als je een goede community hebt die jou overal aan gaat bevelen, geeft dat een vertrouwensboost, oké? Inzicht nummer 4, dat heeft vooral te maken met de nieuwe opleiding die ze gestart is met de commerciële community manager. Nou, dat heeft mij tot inzicht gebracht van, hey, waarom begin je niet een commerciële LinkedIn manager? Ik krijg zo vaak vragen van, kun je mijn LinkedIn manager, kun je me helpen met het managen ervan of bijhouden, al dat soort dingen. Misschien ga ik binnenkort beginnen met de commerciële LinkedIn managers, let's see. Want ik ken genoeg mensen die dat heel graag zouden willen en wie weet kunnen we daar een opleiding aan wijden. En dat vond ik hele mooie van haar, want ze heeft al 77 opdrachtgevers en die is nu op zoek naar VA's en allerlei business managers die ze kan opleiden. Lijkt me een fantastisch mooi verhaal. Inzicht nummer 5. Ja, community betekent achterban. Iedere business heeft een achterban nodig. Anders heb je geen asset. Dat heb ik natuurlijk afgelopen week met je gedeeld. Maar achterban is essentieel in het community proces, in productlanceringen, in product development, in een heleboel dingen die we aan het doen zijn, hebben we een achterban nodig. En ja, zonder achterban ben je een roepend in de woestijn. Inzicht nummer 6. Dit was haar $1 million tip. Ze zei, doe wat je leuk vindt, geniet van je dag, wees lief voor jezelf en wees lief voor elkaar. Doe alleen maar dingen die je leuk vindt. Have fun, dat vind ik een hele mooie. Ik hou ervan, keep it simple, again. Dus doe wat je leuk vindt, geniet van de dag, zorg dat je lief bent tegen jezelf en tegen anderen. Maakt niet uit, no matter what, hoe de wereld eruit ziet. En zorg dat je take care of yourself. En als 7e, dat heeft ze een beetje gedeeld tegen het einde, dat ze gisteren zichzelf had beloond omdat ze haar omzetdoelen van het jaar had gehaald. En dat was dat ze ging vieren, dat ze een prachtig mooie tas had gekocht. Dat heeft ze uitgebreid geshowt op Instagram. En dat is ook een inzicht. Weet je, deel je successen, vier je successen en laat mensen met je meegaan, oké? Ontzettend belangrijk. Alright, guys? Nou, dit zijn mijn 7 inzichten van mijn interview met Maartje. Mocht je de link willen hebben, check het hieronder uit. Ga het lezen. En Maartje was fantastisch. Nogmaals, lieve Maartje, als je kijkt, dankjewel voor al je wijsheden. Dankjewel voor al je tips. En lieve kijkers en luisteraars, morgen om 10 uur zit ik hier met Rianne. Want dit is de dag, woensdag is dag 21. We gaan een hele grote celebration houden. Maar morgen om 10 uur live met Rianne
Dank u voor het kijken. Academy-leden, ga vooral door met de volgende les. En alle podcastluisteraars, I love you guys. Morgen om 10 uur ben ik er weer. See you later, dames en heren. Maak er een prachtig mooie middag van. Adios, amigos. See you later. Hoi, hoi. Dank u voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot morgen 10 uur, dames en heren. See you later. Hasta luego. Later.